Wat gaat er hier gebeuren? Nou, er loopt een heel lopend vuur door heel Nederland. Er zijn 4 routes vanuit Nederland die samen Den Haag lopen. En daar komt een hele grote demonstratie. Daar komen ze samen om na te denken over asielbeleid en in verband met het stemmen. En de verkiezingen die eraan komen. Nou, het is belangrijk dat we laten merken dat er draagvlak is voor de vluchtelingenproblematiek en de ellende die mensen doormaken, de traumatische ervaringen die ze hebben gehad. Ik denk dat er te vaak nog wordt weggekeken. Door deze actie hopen we verandering te kunnen brengen. En uiteindelijk de politiek te laten weten en horen, onze stem te laten horen, hoe belangrijk het is dat er aandacht voor komt. En dat het tijd is voor een humaan vluchtelingenbeleid binnen Europa. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat als je nu ziet in de vluchtelingenkampen hoe onder de erbarmelijke omstandigheden waaronder mensen nu leven, dat wij binnen Europa, dat we daar werk van maken en mensen kansen geven en meedenken om mogelijkheden te creëren binnen Europa. Het is een beetje nat en we stranden onderweg in de stromende regen. Maar gelukkig waren wij zo blij dat wij hulp kregen. En we onderweg werden opgepikt, want we waren nooit op tijd hier geweest. En dat is wat vluchtelingen niet kunnen. Die kunnen niet zomaar even de telefoon pakken en zeggen, help ons, we zijn gestrand. Dus dat was toch heel symbolisch en eigenlijk heel mooi. Nu ga je helemaal naar Den Haag lopen. Hoe lang ga je erover doen? Ja, ik ben maandag 1 maart in Mesh, in het zuidelijkste puntje van Nederland, vertrokken. Daar waar de Amerikaanse bevrijders Nederland binnenkwamen. En eerst naar Valkenburg lopen. En van Valkenburg naar Maastricht gelopen. Van Maastricht naar Stuttgart gelopen. Nu in Roermond. En we hopen 16 maart met de andere lopers die dus in Delfzijl, in Zwolle, in Arnhem vertrokken zijn, daar aan te komen in het Binnenhof. Daar komt dan een symbolisch klein vluchtelingenkampje en daar hopen we heel wat politici te ontmoeten. Jos, heb je al mensen ontmoet onderweg? Ja, dat is heel erg mooi. Wij lopen eigenlijk in Zedeker, in Zuid-Limburg, van kerk naar kerk. Er zijn veel kerkgenootschappen, katholieken, protestanten, die daarbij hebben aangesloten. Maar ook mensen van de Humanistische Verbond. Daarnaast natuurlijk heel spontane ontmoetingen. Mensen die zeggen, loop jij hier met het lampje? En dat is soms wel heel erg leuk. Dan kom je met hun in discussie en ik moet zeggen, al die mensen laten zich raken door dat vluchtelingenprobleem. Als je zegt, nou, ik werd vorig jaar, net in deze tijd, geraakt door die vreselijke beelden van de kampen in Moria. De oproep, 500 kinderen nu, daar moeten we toch iets mee doen. En denk je, ja. En dat wordt door iedereen bevestigd. En dan hopen wij dat we de politici ook zover krijgen dat ze eindelijk iets gaan doen. Het is eigenlijk van de zotte dat nu, na een jaar, slechts 2 kinderen. Ik kan dat nog steeds niet begrijpen, maar ik krijg van iedereen neemt door. Ja, er zijn nog maar 2 uit Moria hier. Misschien dat troost dan meer van weer, maar vreselijk. Ja. 2 kinderen. 2 kinderen, dat klopt. Ja, we hebben ten eerste een deal gesloten toen Moria afbrandde, dat we hier 100 mensen zouden opvangen als noodhulp, omdat ze direct van hun huis zouden zijn zitten. Al was dat huis van tevoren ook een gammeltentje. En een half jaar later hebben we daar nog niks aan gedaan. Dus zelfs afspraken die gemaakt worden, worden niet meteen nageleefd. En dat is gewoon echt, naar mijn mening, niet hoe dit hoort te gaan. Ja. Nou, Jos, veel succes, jongen. Dank je. Ja, je ziet, we staan nooit alleen. En dat is toch het mooie. Gisteren in Sittard, in de kerk, waren we ook met 30 mensen. Ja, je wordt dan door de wet beperkt tot 30. Er mogen maar 30 mensen in de kerk. Gisteren hadden we op het Stadhuisplein in Maastricht stonden ook 30 mensen, zoals hier vaak. Maar ook daar tref je dan heel veel passanten, heel veel studenten in Maastricht, die dan komen kijken. En wat ik geraakt werd, waren 3 jongeren uit Syrië.
die zelf gevlucht waren. Ik zag net zo'n foto van een boot en die vertelde, 9 dagen hebben we op zo'n grote boot gezeten. We hadden niks te eten, we hadden alleen maar wat te drinken. We moesten zelf zeewater drinken, dat we met suiker wat probeerden op smaak te brengen. 9 dagen lang was vreselijk. En nu hebben we, in Maastricht hebben we alles. We voelen ons hier zo thuis. Dan denk je, dat gun je toch ieder mens. We hebben Jos als speciale gast bij ons. Hij is helemaal vanuit Zuid-Limburg naar Den Haag aan het lopen. Er zijn 4 routes uit Nederland die samen in Den Haag komen op 17 maart. Daar zullen zij voor humaan asielbeleid samenkomen. En op de weg daar naartoe ontvangen we in alle steden de lopers. En dat doen we nu in Roermond. Proberen Jos aan te moedigen om door te zetten. En samen even ook stil te staan bij wat wij vinden van een humaan asielbeleid. En te delen. Er zal een gedicht voorgedragen worden door onze stadsdichter. En nogmaals, voel je vrij om te spreken en, ja, en te luisteren. En toen, op een dag, werd alles stil. Werd in briefpapieren woorden zwijgend jouw droom en de hoop op nieuw leven de oorlog verklaard. En werd jouw wereld verdovende stilte, werd jouw toekomst een vlucht en ging jouw hoop op beter ondergronds. En toen werd alles stil. Werd jouw leven trage nacht en vertraagde film. En werd die plek verre van hier, waarvan jij vluchtte, met kille woorden en stugge wet, gewist en uitgevaagd, net als alles wat jij ooit intens lief had, en waarvan niemand echt iets weet, dan enkel jij, die er ooit thuis was, en onder dwang en dreiging noodgedwongen alles achterliet. En toen werd alles stil. Toen je jouw armen hulpeloos spreidde, niet in staat om te vertellen, onmachtig om te tonen aan een afgekeerde wereld, wat je weet, wat je voelt, wat je meedraagt en elke nacht weer pijnlijk ziet en voorgoed verloren bent. Dan wordt alles onverdiend stil. Als woorden bevriezen en breken en stuk slaan op onbegrip en afkerigheid. Als jouw roep om gehoor en begrip wordt gesmoord in onwil, dan wordt alles onverdiend stil. En zwijgen zelfs die verre beelden die jij voor altijd meedraagt als bommen onder je huid. Klaar om af te gaan bij elke trilling van het geheugen, in elke nacht als de stilte jou te zwaar wordt om alleen te kunnen dragen. Maar als die stilte jou te machtig wordt om alleen te kunnen dragen, breek dan met je stem de schaal van stille berusting. Schreeuw haar aan scherven en sloop de muur van je angstig zwijgen en huil de woorden van je hart. Strooi ze over een verkilde wereld als bloesem van hoop op een lentewind die verwaait en zaait jouw verdiende roep om begrip.